Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden en PTH Groep. Goedemiddag en fijn dat je weer kijkt naar Cambuur TV. Vandaag in het clubnieuws hebben we aandacht voor de nieuwe assistenttrainer Arne Slot en de nieuwe middenvelder Sander van der Streek. Daarna kijken we terug op de laatste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Kijken we naar het afscheid van verschillende Cambuurspelers. Beantwoordt Martijn van der Laan vragen van supporters. En hebben we een doelpunt van het jaarverkiezing. SC Cambuur heeft Arne Slot aangetrokken als assistenttrainer voor het komend seizoen. Hij komt over van PEC Zwolle, waar hij dit seizoen als jeugdtrainer en scout fungeerde. De 35-jarige Slot, die vorig jaar stopte met voetballen, tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt de rechterhand van Henk de Jong. Sander van der Streek speelt met ingang van volgend seizoen voor SC Cambuur. De 21-jarige middenvelder komt transfervrij over van Vitesse, waar hij vanaf 2011 speelde. Van der Streek heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een extra seizoen. We staan hier vlak voor de wedstrijd Cambuur-ADO, de laatste wedstrijd van het seizoen. Hoe kijkt u terug op dit seizoen? Heel mooi seizoen. Nog nooit zo'n mooi seizoen gehad. En wat was volgens u het mooiste van dit seizoen? Nou, die thuiswedstrijden en die inzet van die spelers. Ja. Nou, het was heel erg spannend. We zeiden ook, verdorie, jullie kunnen het best wel. Cambuur speelde heel goed. Ik heb kost gemopperd op Sander, op Bart, op Martijn. En nu, dat gaat hartstikke goed. Nou, we hebben ze bijna allemaal gevolgd. Ik ben 1 of 2 keer door omstandigheden niet geweest. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, we hebben ons geen seconde verveeld. Wat was voor u het absolute hoogtepunt van dit seizoen? Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar de overwinning tegen de Heerenveen, dat vond ik ook wel een hoogtepunt. En wat maakt die Friese derby dan zo mooi? Ja, maar dat kan ik eigenlijk niet verwoorden. Heerenveen, nou, hè? Ik denk Vitesse. Ja, ja, Heerenveen. En de wedstrijd tegen Heerenveen. En wat maakte dat nou van die mooie wedstrijden? Ja, eigenlijk ja, het gevoel wat je vooraf al hebt, hè, dat er wat geweldigs gaat gebeuren misschien. En als dat dan ook nog slaagt, ja, dan kom je heel anders thuis. En welke speler is voor u de echte smaakmaker dit seizoen? Op dit moment, nou, Riesmaier. Riesmaier vind ik wel echt zo iemand die zo'n stofzuiger op het veld die alles opruimt. Dat vind ik echt wel een hele goede speler, ja. Nou, dat was Van der Laan en Leeuwin. En waarom? Nou, onaflatende inzet, ja. En goed voetbal, ja. Nou, dat waren een stuk of wat. Ik zei net tegen Jaap, in de Telegraaf stond vanmorgen dat er 3 spelers in aanmerking komen voor de gouden schoen. Nou ja, dan kun je wel voetballen. Ja, ik vond dat Barto, die op een 3e plaats stond qua spitspositie. En op een bepaald moment aan de bak moet. En dan, als je dan ziet wat hij laat zien en de inzet die jongen heeft en geen gezeur. Ja, dat vond ik geweldig. Dat vond ik echt geweldig. En wat verwacht u van volgend seizoen? Nou, ik denk dat het kan volgend seizoen wat zwaarder worden. Ja. En waarom? Nou, je bent nu voor het eerst in de Eredivisie en dan denken ze dat valt allemaal wat mee. Maar als je weet nou, Cambuur wat sterker. Net hoe ze uit de startblok komen volgend jaar. Dan proberen we weer te gaan, hè? Ja. Dit was trouwens ons eerste seizoen dat we een seizoenkaart hadden. Ja. En meteen volgend jaar maar weer. Zaterdagavond speelde SC Cambuur de laatste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis tegen ADO Den Haag. Ondanks een goede start wist Cambuur de voorsprong niet vast te houden en verloor het met 2-1. Door de nederlaag eindigde Cambuur op een knappe 12e plek in de eredivisie. Eerder in het seizoen werd het 3-0 in Den Haag. 2 goals toe van Gert, eentje van Van Duinen. In een wedstrijd die Henk de Jong, de trainer van Cambuur, de slechtste misschien wel noemde van het seizoen. En hier de eerste doelpoging van ADO Den Haag via Michiel Kramer.
Ritsmeijer met links. Ritsmeijer kan schieten en die bal gaat er niet in. Weer de hoekschop van Ritsmeijer en dan zit die bal erin. En het is uitgerekend de oud-Adel Den Haag-speler Ramon Lewin die scoort. De trap van Ritsmeijer en Lewin hoeft alleen maar omhoog te springen en die bal in te knikken. Voorzet van Malone, bijna bij Gert. Gert komt zelfs nog. En dan opnieuw een goede reactie van Harm Zijnstra. El Macrini met een lopje. Nou, wat scheelt het? El Macrini verspeelt de bal wat simpel aan Matthias Gert. De man die kwam van Brunby. Voorzet, daar is Michiel Kramer en daar is de 1-1. Bijker. Bijker, bal verlengd en daar is dan Schepers. Van Morsel, het kan nog steeds voor Cambuur. Pakken van Morsel en de redding van Swinkels. En aan de andere kant, Kramer nu met een balletje op Schet. Die is sneller, die is veel sneller dan Lewin. Mitchell Schet schiet voorlangs. Van Haren, goede steekbal weer. Daar moet de voorzet komen. Dit moet de 1-2 zijn en het is ook de 1-2 van Michiel Kramer. Wat een geweldige aanval zeg. En zo wordt Michiel Kramer in plaats van de Slimiel gewoon de held van de avond. Lewin zet de Cambuur nog wel op voorsprong. En zo leek het een hele mooie avond voor de Vriezen te gaan worden. Maar deze Rotterdammer dacht er uiteindelijk anders over. Na afloop van het verloren duel tegen ADO Den Haag toverde Sanger Ricky met zijn nummer Gunot alweer snel een glimlach op de gezichten van de Cambuur supporters. Daarna kwam de voltallige selectie van Cambuur nog één keer het veld op en bedankte de supporters, sponsoren en vrijwilligers van de club via een groot spandoek. Algemeen directeur Gerard van der Belt nam vervolgens het woord en bedankte alle medewerkers, vrijwilligers en supporters van Cambuur uitgebreid voor een mooi seizoen. Daarna was het tijd voor de supporters om de vertrekkende spelers uit te zwaaien. Jeremy de Graaf, Johnny de Vries, Robert van Boksel, Alexander Christofau, Paco van Morsel, Jody Lukoki, Elvis Manu en Marcel Rietsmeijer vertrekken uit Leeuwarden en namen op gepaste wijze afscheid van het publiek. Ramon Lewin, net verloren van ADO Den Haag, de laatste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie. Hoe kijk jij jezelf terug op dit duel? Ik denk dat we eerst over aardig speelden. Niet eens geweldig, maar het heeft ook te maken met de tegenstanders. Zij staan heel compact. Maar ik denk dat we aardig gedaan hebben na 1-0 voor. De tweede helft was meer gelijk opgaand en verloren we het een beetje uit handen, zeg maar. Maar ja, goed, we geven nog steeds niet heel veel kansen weg, maar ja, ze maken er wel twee en wij niet. Is dat het verschil vandaag, gewoon de doelpunten? Ja, wel, want ik denk niet dat je echt één ploeg kon aanwijzen die echt sterker was. Hè. We waren zeker niet zwakker dan ADO Den Haag was, maar zij waren iets gelukkiger, denk ik. Je komt op 1-0, vertel hem eens. Ja, dat is een goede corner van Marcel en die bal viel goed. En ik knikte hem overdreven naar de grond, maar gelukkig stuitte hij er nog hartstikke mooi in, dus dat was lekker. Is het dan extra balen dat je vandaag niet weet te winnen of is het een beetje schraaltroost van doelpunt nog? Nee, het is wel balen dat we niet winnen, maar niet omdat ik een goal gemaakt heb. Die goal is lekker, maar het belangrijkste is dat we winnen als team. En helaas is dat niet gelukt vandaag. Gaat snel zo'n seizoen, hè? Ja, heel snel. Klopt, zeker. Wat heb je dit seizoen allemaal op geleerd eigenlijk? Ja, we hebben met de hele elftal gewoon... vanaf het begin zijn we iets ingezet.
En steeds beter voor te beduren. En hartstikke goed, goed gespeeld. Ik zelf ook. Wat ik echt geleerd heb, ja, dat is een goede vraag. Ja, ook weer nieuwe dingen, positioneel en alles. Maar goed, gewoon heel veel wedstrijden gespeeld. Dat is gewoon belangrijk geweest. Heeft het ook aangetoond dat je echt een leider kunt zijn in het team? Wat vele mensen in jou zien hier bij Cambuur? Ja, inderdaad. Dat kan je misschien wel zo zeggen. Ik heb een aanvoerdersband gekregen. En op een gegeven moment... ik ben wel een type die graag het voortouw neemt. En gelukkig is heeft het goed uitgepakt. En na de wedstrijd werden jullie even in het zonnetje gezet. Maar jullie zetten ook de vrijwilligers, sponsoren en supporters in het zonnetje. Kwam dat vanuit de selectie zelf? Ja, vanuit de selectie, vanuit de club en de directie ook. Want die vinden het ook belangrijk. Maar wij spelersgroepen hebben genoten van het publiek en van iedereen die ons geholpen heeft om het op het veld zo goed mogelijk te doen. Martijn van der Laan eindigde samen met aanvoerder Ramon Lewin op een gedeelde tweede plek in het voetballen van het jaarklassement van de Telegraaf. Een prima prestatie voor de krachtpatser in de Cambuur-defensie, die vandaag vragen van supporters beantwoordt. Martijn van der Laan, de eerste vraag komt van Rick Alkema. Wat heb je het meeste geleerd bij onze prachtige club? Het meeste geleerd? Nou ja, toen ik hier kwam begon ik natuurlijk als linksback. En na een half seizoen ben ik centraal gaan spelen. Dus wat dat betreft heb ik heel veel geleerd. Vooral op mijn positie waar ik nu sta. En wat is je mooiste ervaring binnen de club? Nou, mijn mooiste ervaring, dat is toch, kan ik heel duidelijk over zijn, denk ik. Dat is het kampioenschap die wij vorig seizoen hebben behaald. Dan een vraag van Daan van der Hoek. Welke speler van Cambuur gaat volgend jaar doorbreken? Ik denk meerdere spelers, denk ik. Ik denk als je kijkt naar leeftijd, jongere jongens. Lucas, die gaat een stap maken, denk ik. De huurling ook, die teruggaan. Ik denk de Elvis wel door kan gaan breken en Marcel ook. En Sikko Kappinga, die wil graag weten hoe je Cambuur zou omschrijven aan mensen die de club niet kennen. Nou, ik denk dat iedereen Cambuur wel kent nu. Maar fanatieke supporters, mooie club. Heel knus en ik denk dat het team en de club en de supporters, dat zijn één, denk ik. Ik denk dat wel de belangrijkste dingen zijn, denk ik. Jesk Tuinstra die wil graag weten wat je gaat doen nadat je je 10-jarig contract hebt uitgediend bij Cambuur. Nee, ik ben goed op weg. Ik zit nu in mijn vierde jaar. Wat ga ik doen? Nee, ik hoop eerst ten eerste dat ik hier 10 jaar zou kunnen spelen. Dat zou fantastisch zijn. Maar je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij natuurlijk. En wat zou je eventueel daarna willen doen? Ja, ik denk, ik heb handel en verkoop heb ik gedaan, middelbare school. Dus ik zou na mijn voetbalcarrière zou ik wel iets voor mezelf op willen zetten. Maar wat dat dan is, dat weet ik nog niet. Volgens vraagt Johan Adema, wat voor doel heb je voor ogen in jouw voetbalcarrière? Nou, ten eerste is plezier voor mij heel belangrijk. Dat staat op nummer 1. Een echt doel, dat weet ik niet. Ik zie het per seizoen, denk ik. En vooralsnog is dat bij Cambuur. En als mijn contract afloopt, dan zie ik wel verder. Dan de laatste vraag van Peter Jousma. Hoe vind je het dat je de zilveren schoen hebt gewonnen? Ja, dat is heel leuk natuurlijk. Ook bijzonder. Ik ben daar zondag geweest. En als je dat lijstje met namen ziet van wie hem allemaal gewonnen heeft en wie allemaal tweede is geworden. Er staan grote namen tussen. En dat is heel bijzonder dat ik daar nou ook tussen sta. Cambuur scoorde dit seizoen in de Eredivisie en in de KNVB-beker liefst 48 doelpunten. Cambuur TV maakt de selectie van de mooiste en geeft de supporters van Cambuur de kans om te stemmen op hun favoriete doelpunt van dit seizoen. Stemmen kan via de Facebookpagina van Cambuur. Dit was Cambuur TV voor vandaag en we gaan er weer uit met een nieuwe cartoon van Bart Heinsbroek. Voor nu bedankt voor het kijken en tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden en PTH Groep.